Tof dat je weer kijkt naar een nieuwe video op het kanaal van Dutch Auto Group. Mijn naam is Floris en vandaag gaan we pannenkoeken bakken en een bankje bouwen. Zo, let's go! Lekker verwacht, maar zo lekker. Ik denk dat ik het beslag gewoon perfect heb afgewogen toen ik erheen ging. Kappen geweest, kind zien, vind je mooi. Ik heb een colaflesje gevuld met beslag, een eitje, meel en melk. Ik heb de verhoudingen niet eens bekeken, ik doe het gewoon een beetje op gevoel. Maar zou je met twee eieren doen, maar. Het was zo weinig beslag dat ik eigenlijk wel een één eitje genoeg had. Door het beslag wat suiker en zout heen gedaan. Maar doe ik dat ook wel. Maar dan doe ik het op een redelijk veel beslag, zeg maar. Omdat ik nu wat minder heb, waren die verhoudingen een beetje uit elkaar geschoven. Dus had ik iets meer suiker slash zout voor het hele beslag. En ik denk dat die daardoor nu echt gewoon perfect is geworden. Dus ik ga even de volgende erop gooien. Nou, en de pannenkoek met banaan is klaar. Even kijken of die net zo'n succes is als de vorige. Ik hoop van wel. Nou, en ik denk zelfs nog wel een groter succes. En het is natuurlijk vet chill weer. Duimpje omhoog. Dat zijn de betere dingen in het leven. De laatste pannenkoek, de vierde. Hij zit een beetje vast. Ik denk dat hij wel bijna klaar is. En ondertussen ben ik aan het livestreamen op Facebook, zoals jullie kunnen zien. Daar. Op het moment doe ik dit natuurlijk op mijn eigen Facebook. Maar we hebben ook gewoon de Dutch Auto Group Facebook pagina. Dus in het vervolg kunnen wij ook livestreams op onze Facebookpagina gaan doen natuurlijk. Waar jullie gewoon lekker aan mee kunnen doen. Ik weet dat ook op YouTube kan, maar dat is een beetje onhandig. Dus, in de beschrijving van deze video staat een link naar onze Facebookpagina. Volg ons daarop. En als we dan een keertje live gaan hier bij de shelter of zo, dan kunnen jullie lekker meegenieten. Dus, ja. En dan gaan we straks maar eens even een bankje bouwen, denk ik. Oh,
heb een aantal lange balken gehaald. Wat ik wil gaan doen, ik wil een lange balk wil ik zo de grond inzetten, schuin. Diagonaal en dan een andere kruis links tevoren en dan een stukje lager. Zodat je eigenlijk een soort van checkmark krijgt, weet je wel, zo'n oké vinkje. Knoop ik daar nog weer een balkje overheen zo, tot aan de zijkant van de bank. Nog eentje aan de andere kant en daar leggen we dan zo balkjes op. Dan kunnen we eventueel in de rugleuning knopen. De basis is redelijk af. Nu balken zoeken voor de zitting. Dat ga ik nog afmaken en als ik nog tijd heb maak ik de rugleuning af. En anders dan doe ik dat de volgende keer. Ik denk dat het een beetje schuiner staat dan die. Een beetje van balken. Maar goed.
vrouwtje probeerde te verleiden. Grappig om te zien. Een beetje aan het battelen waren tegen elkaar. Maar ja, prachtig plekje om zo heerlijk in het einde middag zonnetje, avond zonnetje nog eventjes lekker te gaan zitten. Helaas is het zonnetje nu weg. Is het even niet anders, maar desalniettemin een heerlijk plekje om vet chill te zitten. Laat even in de reacties weten wat jullie van het bankje vinden. En laat daarbij even weten wat jullie nou het liefst op jullie pannenkoek zouden willen hebben. Vind ik ook wel leuk om te weten. De een die heeft er graag suiker op en de ander stroop. En, of wat wil je in je pannenkoek? Dat is ook lekker. Ik heb er bijvoorbeeld nu bananen in gedaan. Ik bak ze soms ook wel met spek, wat super chill is. Wat heb jij er nou het liefst in of op? Laat het ook even weten. En ja, voor de rest, tof dat jullie weer op een video van ons hebben geklikt. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Ik vraag eigenlijk nooit na, maar eens even kijken of we misschien 50 likes kunnen halen. Weet niet, zou mooi zijn. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie in de volgende video. Ciao!